hier. Er ligt iets heel moois voor mijn neus. Maar daarover later meer. Oké. Hallo, mijn naam is Sarah van It's a Sarah. Leuk dat je kijkt. Vandaag is het vrijdag 28 april 2023 en dit is filmpje nummer 73. Ik ga je vertellen over mijn handwerkperikelen van de afgelopen dagen. Ik heb heel veel leuke dingen gedaan. Allemaal leuke kleine handwerkperikeltjes. Dus ik ga beginnen met wat ik aan heb, want dat is de eerste. Een handwerkperikeltje van zojuist, van afgelopen ochtend. Ik draag vandaag mijn Arianna cardigan. En dat is een gratis patroon van Amy Christophers. Dezelfde ontwerpster als die van de Felix cardigan en de Acer cardigan. En nog veel meer andere patronen, maar dat zijn de twee die ik nog meer van haar heb gebruikt. En dit vestje is voor mij een ultiem handwerkgeluk. Het is namelijk een combinatie van gehaakte vierkantjes, granny squares en 2x2 rib. Nu weet ik niet zeker gebreide boorden. Ik weet niet zeker of ik zelf die 2x2 rib heb bedacht of dat het patroon dat zei. Heel vaak als een patroon 1x1 rib zegt, dan pas ik het aan naar 2x2 omdat ik dat zo mooi vind. Maar goed, een heerlijk vestje. Ik haakte en breide het eind vorige zomer. En ik heb het nog niet zo heel erg veel gedragen. Het viel voor mij echt in de categorie zomerbreisels. Dat komt onder andere door het garen waar ik het mee gemaakt heb. Dat is Langyarns Kylie. Dat is een mix van katoen en wol. Heel bijzonder draadje is het. Het is geen glad draadje, het is een beetje een rommelig draadje. Het voelt heel lekker. Het pilt wel een beetje. Ik heb dat gekregen van Langyarns toen ik voor hen werkte. Ik weet niet of ik het er nog een keer voor zou kiezen. Ik wil heel graag nog een keer zo'n vestje maken, maar dan zou ik een ander garen kiezen. Maar ik vind de kleuren echt prachtig en ja, het voelt ook heel erg lekker. Maar een andere belangrijke reden waarom ik het in de winter eigenlijk nauwelijks heb gedragen, is omdat het aan de korte kant is. Het is echt een cropped vestje. Ik heb hem kort gemaakt. Als ik nog een rij vierkantjes eronder zou doen, dan werd hij een beetje te lang naar mijn zin. En ik denk dat ik een beetje zuinig moest doen met de boord, omdat mijn garen, het einde van mijn garen in zicht was. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar of ik had gewoon geen zin meer. Dat kan natuurlijk ook. Maar hij is aan de korte kant. En toen kreeg ik natuurlijk eind vorig jaar, begin dit jaar, de prachtige jurken van Jessica. Die zij voor mij maakte, de Hinterland dresses. En ik dacht, leuk, daar kan hij mooi op. Maar dat ging niet. Ja, je ziet het al een beetje. Vanwege de knopen. Ik had gehoopt dat ik het nu goed had aangepast. Maar de knoop van mijn jurk zat precies boven de knoop van mijn vestje. En dat vond ik niet mooi. Nou, wat heb ik zojuist gedaan? Ik heb die bovenste knoop naar boven verplaatst. Die zat hier. En die heb ik een stukje naar boven verplaatst. In de hoop dat dan het net een beetje op zou halen. En dat mijn boorden op het punt waar mijn boorden overslaan, dat punt precies over de bovenste knoop van mijn jurk zou vallen. Nu is het zo dat mijn bind-off, ik heb het afkant een beetje strak gedaan. Het is wat, dat vind ik normaal gesproken bij vestjes juist wel fijn, omdat het dan een beetje ophoudt, zeg maar. Het gaat niet lubberen naar beneden. Maar hier maakt het wel dat dit stukje naar binnen klapt. En dat is eigenlijk precies het stukje wat ik nodig heb om die knoop te verstoppen. Maar goed, ik heb de knoop naar boven verplaatst. En als het goed is, kijk, als ik gewoon stil zit, dan is het goed gelukt. Maar over het algemeen beweeg ik ook wel eens wat gedurende de dag. Kan mijn vestje ook nog een beetje zo naar achteren, maar ja, dan krijg je weer dat hierachter. Ik moet even kijken. Kijk, dit is het precies. Misschien moet ik die bind-off opnieuw doen, maar daar heb ik dan weer niet zoveel zin in. Het ziet er een beetje uit alsof dit garen dat lastig is. En dan moet ik helemaal zo rondom. Ik weet het niet. Misschien ga ik gewoon nog een nieuwe maken. Maar ik ben wel heel blij dat ik hem aan kan vandaag. Want oh, ik vind het zo'n heerlijk vest. Ik ga sowieso een nieuwe maken. Ik heb al zoveel. Dit garen is sportweight garen. Ik denk dat het patroon voor DK weight garen was. Maar hoe tof zou het zijn om er een van restje sokkenwol te hebben. Ja. Ja, oké, goed. Maar hij staat niet op mijn korte termijnlijstje. Dat is al veel te lang namelijk.
En ik heb net zoveel granny squares gehaakt. Ja, kunnen we meteen naar mijn begin van de week. Ik heb net zoveel granny squares gehaakt voor de sprei voor mijn schoonouders. Dat mijn behoefte aan granny squares is wel even voldaan. Over het algemeen is die behoefte vrij groot. Dus ik verwacht hem redelijk vlotjes terug. Maar voor nu is het even oké. Maar goed, afgelopen maandag liet ik jullie vol trots mijn sprei zien. Of ja, eigenlijk was het een soort voetensprei, een bedrunner. Ik heb allerlei termen al langs horen komen. Een soort siersprei voor over het voeteneind van het nieuwe bed van mijn schoonouders. Die heb ik maandagavond gebracht en die is prachtig geworden. Mijn schoonvader stuurde naar de rand nog een fotootje. Ja, ik ga geen foto delen hier van de slaapkamer van iemand anders. Ik bedoel, het is niks bijzonders hoor. Het ziet er allemaal keurig uit, maar toch. Maar het is prachtig geworden en ze waren er heel blij mee en ik ook. Het is fijn om om iets voor iemand anders te maken die als iemand anders dan zo blij mee is. Het is ook heel fijn om een wat groter werkje af te ronden, zodat dat geeft ook weer lekker ruimte. Dus dat was heel fijn afgelopen maandag. En toen kon ik eindelijk maandagavond weer beginnen met breien. Ik had natuurlijk al anderhalve week geen steek gebreid. En ik had zo'n zin om lekker te breien. Maar ik wist gewoon even niet waar ik aan moest beginnen. Ik had verschillende werkjes op mijn pennen staan. En ik heb uiteindelijk gekozen voor mijn zomerse topje als een soort warming up. Omdat dat wel een makkelijk werkje was. En het was al laat maandagavond. En mijn andere werkjes waren denk ik een beetje op punten waar ik na moest denken. Nou, dit werkje uiteindelijk ook. Ik pak eventjes mijn handwerkboek erbij. Ik ben namelijk aan het maken. Nou, ik was begonnen aan de Summer Secret Crop. Een patroon van Jessie Made Designs. Een gratis patroon. En daar heb ik een paar filmpjes geleden uitgebreid over verteld. Maar ik besloot, ik brei het met dit sorbetwolletje. Nee, het is geen wolletje, katoentje. Langjarns Quattro, Degradé, kleur nummer 10880005. Heb ik ook allemaal gekregen. En ik was op zoek naar een fijn onderwegwerkje in het paasweekend. En daar was dit uitermate geschikt voor. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb... het aantal steken opgezet wat ik nodig had volgens het patroon van Jessie May. Ik heb te veel. Ik heb nog een tafel. Oh, wacht. Ik heb een krukje. Het is fijn als je zoveel krukjes in de kringloopwinkel vindt altijd. Kan ik het hier wegleggen? Ik brei maat S. En ik heb het aantal steken opgezet voor maat S. En verder... het is een beetje losjes gebreid. Ik heb met een spoortweed garen. Dat patroon van Jessie May is geschikt voor allerlei soorten garens. Maar ik heb het een beetje losjes gebreid. Ik brei met naald 3,75. De boord heb ik met naald 2,75 gedaan. En ik vond het heel erg leuk hoe het van geel naar roze naar bruin overliep. Op een gegeven moment dacht ik, het patroon is net als de andere topjes die ik heb van Jessie May. Met een soort spaghetti bandjes. En ik maak ze dan altijd gekruist op mijn rug. Dus je breidt dan ongeveer tot hier. En dan ga je minderen, zodat je een soort voorpandje krijgt. En het rugpand wordt lager. En dan maak je bandjes. Maar ik draag daar altijd een hemdje onder. Ik vind dat een beetje aan de blote kant. En toen dacht ik, ja, eigenlijk vind ik het mooier om een hoge rug te hebben. En dan gewoon wat bredere bandjes om zo'n hemdje te hebben. En ik was daardoor geïnspireerd door de Tia top die ik zag bij Lonneke. De afgelopen maanden heb ik Lonneke een aantal keer ontmoet en ze had vaak dat hemdje onder een vestje aan. En dat vond ik een heel mooi model. Precies zoiets wilde ik hebben. Dus ik dacht, daar kan ik wel iets van maken. Daar kan ik wel iets mee. Ik kreeg heel lief het patroon van de Tia Top cadeau van Lonneke. Die is van boven naar beneden gebreid. Die staat heel hoog op mijn lijstje om te maken. Want dat vind ik nog fijner van boven naar beneden. Maar ik ging toch eerst even hiermee experimenteren. Ik gebruikte mijn home camisole voor de lengte. Ik keek even. Deze heeft een fijne lengte voor mij. Dus ik keek eventjes naar de... lengte tot aan de onderarm. En die heb ik aangehouden voor deze. Hij is wel echt veel smaller. Ja, nou ja, kijk. Hoe het wordt spannend. Ik heb nog niet gepast. Ik dacht, ik ga gewoon doorbreien. En dan zie ik wel. Ik heb twee meiden. En genoeg andere meisjes in de omgeving. Mochten mijn meiden hem niet willen.
Nu ben ik met het rugband bezig. Ik ben gaan minderen. Ik heb ooit een scrappy Spencer gebreid. Ik heb dat gewoon zelf op mijn eigen manier gedaan. Mijn briefje ligt beneden. Want het staat niet in mijn handwerkboek, want dat lag toen boven. En soms ben ik te lui om even op en neer te lopen. Dus ik heb een los briefje, maar dat ben ik nu dus vergeten. Maar volgens mij heb ik 2 keer 2 steken afgekant en toen 2 keer 1, zoiets. Maar dat, als het klaar is, zal ik dat nog wel goed delen. Ik schrok een beetje van de kleuren die nu kwamen. Tot hier was ik eigenlijk wel heel tevreden. Toen werd het een soort mintgroen en die vond ik ook nogal mooi. En nu is het echt... ja, van dat hele coole roze. En toen dacht ik, ja, nou weet ik het eigenlijk niet meer. Of ik het nog mooi vind. Maar goed, ik ga hem wel afmaken. Ik heb heel even vanmorgen gedacht, zal ik hem uithalen? Maar ik ga hem wel afmaken. Toen ik op een gegeven moment klaar was met minderen. Je gaat hier dus heen en weer breien. Tot hier heb ik in het rond gebreid. Toen heb ik hem even gebruikt om Portugees te breien. Want... ik wilde de sokken, daar ga ik zo meteen meer over vertellen. De sokken, de Portugees gebreide sokken wilde ik op gaan zetten. En ik heb ooit Portugees leren breien. Ik ben nu bij een rechte toer. Nou vind ik, Portugees breien recht kan ook, maar dat vind ik niet zo fijn. En daarom, ik snap nu ook waarom die sokken binnenstebuiten gebreid worden. Waarom die helemaal met averechte steek worden gebreid. Want die is op de Portugese manier juist heel fijn. Maar ik ging het even oefenen, allebei. En dat was leuk. Ik had het ooit al geleerd, dus ik had het zo weer door. En het is ook echt heel erg makkelijk. Het is echt heel makkelijk. Als je een keertje... ja, ik ben dus ontzettend aan het worstelen met mijn averecht breien. Dat is gewoon nooit netjes. Ik snap niet waarom ik gestopt ben met dat Portugees breien. Want ik vind het leuk. Het is beter voor mijn steken. Ja. Nou, ik brei nu even de rechte pen. Zodat ik je kan laten zien... dat averecht breien. Maar dat was ik dus dinsdagochtend vroeg lekker aan. En maandagavond was ik dat lekker aan het proberen met dit topje. Het was een soort oefenwerkje. En ja, dat was heel erg leuk. Het voelt lekker. Ik heb nog nooit, denk ik, een kledingstuk helemaal van 100% katoen gebreid. Maar het breidt lekker. Nou ja, als je Portugees gaat breien, dan doe je de draad. Je hebt je werkje links. Dan doe je de draad om je nek. En... dan doe je hem zo tussen je rechterhand, om een beetje spanning te houden. Doe je hem op een bepaalde manier door je vingers. Ik heb hem, hoe heb ik hem? Over mijn middel, hoe heb ik hem? Ik moet er niet over nadenken, want dan weet ik het niet meer. Dan raak ik hem in de war. Ik heb hem onder mijn middelvinger door. Ja. Nou, dan ga je breien. Dit is geen tutorial, hè. Als je op YouTube tutorial Portuguese knitting intikt, dan kom je er wel. Nou, en wat je dan doet... je steekt hem gewoon in als averecht breien. Misschien kan ik het nog niet tegelijk. Misschien kan ik nog niet praten, Portugees praten en breien tegelijk. En dan tjoep je hem zo met je duim erom. Nee, ik doe denk ik meer. Oh, dit is heel grappig. Dit gaat altijd vanzelf en dan ga ik erover nadenken en dan wordt het lastig. Kijk, ja, het is heel... heel weinig belastend voor je handen. Omdat je gewoon... je beweegt eigenlijk je handen nauwelijks. Ik weet dus niet... waarschijnlijk kan je het helemaal niet zien vanaf waar ik aan het filmen ben. Maar nogmaals, zoek wat op YouTube. Je steekt hem gewoon in alsof je averecht breidt. En dan tjoep je hem met je duim langs. En dat is alles. En de draadspanning... dit is best wel een flinke draadspanning. Die gaat dan eigenlijk zo vanzelf of zo. Ja, ik weet niet. Ik vind het lekker breien. Het is een fijne afwisseling. En het lijkt erop dat het ook goed is voor mijn dansende averechte steken. Die nogal de neiging hebben. Mijn averechte steken houden niet zo van strak en recht in het gelid staan. Nou, op zich herken ik dat wel. Dus ik heb daar wel respect voor en ik begrijp ze wel. Maar toch zijn er momenten waarop ik denk, jongens... werk nou even mee. Blijkbaar het Portugese... De Portugese invloed, daar zijn ze dan toch meer van onder de indruk. Want dan gaan ze ineens wel redelijk recht staan. Die pootjes. Ja, het heeft natuurlijk ook te maken met hoe de draadspanning dan is. Hoe de pootjes de juiste kant op getrokken worden. Dus ja... dat was ik aan het doen en toen dacht ik bijvoorbeeld bij mijn Felix cardigan of ja, patronen waar je veel heen en weer moet breien. Dacht ik, ja, dat is dan toch eigenlijk wel een fijne manier, een aangename manier om de averechte steken te breien. Omdat ook de beweging dus heel klein is.
De steekjes staan zo niet gedraaid op je naald. Staan gewoon, dus je kunt als je heen en weer breidt, kun je gewoon de rechte steken gewoon breien. En ja, het is heel fijn. Oh ja, de laatste steek breid ik dan recht. Even kijken of ik dat nog weet. Als je hem recht breidt, ja, dan moet je dus met je naald van alles doen. En dan kan het ook. Ja, kan ook. Maar die vind ik minder fijn. Dus ik ga dit truitje lekker doorbreien. Want ik ben eigenlijk al bijna het rugband is bijna klaar. En dan hoef ik nog maar 2 smalle voorpandjes en de boorden. Dan is het ook zo gedaan. En dan ja, zien we wel. Ik heb heel leuk vanochtend. Ik heb dus nog veel meer bollen van deze. Ik ga ook een vestje voor mijn nichtje breien. Ik heb vanochtend even gezocht voor mijn kleine nichtje van 2. Ik heb even gezocht naar een patroontje voor een leuk raglan vestje en gevonden. Dus die ga ik ook nog voor de opzetten. Dus dat was aan het begin van de week. Nou, toen dinsdag dacht ik ook, oh ja, mijn Tolstati. Het truitje, het nieuwe patroon van Rebecca. Rebecca Klo van de Crea Bea podcast. Sorry hoor, ik heb een kriebel aan mijn neus nu. Ik denk dat er ergens... Nou ja, ik was met katoen bezig. Dat kan eigenlijk niet. Ik doe een testknit voor haar. De Tolstati is een simpel raglan shirtje. Een zomertruitje. Voor een snel truitje. DK weight op naalden 5. Het is echt een quick knit. Dus echt, je hebt er zo'n hele stapel van. Althans, dat is wat ik zie in die testknittersgroep. De een naar de ander is met zijn tweede, derde exemplaar bezig. Zie je? Te veel bewogen. Kom. Jammer. En ik ben er ook mee bezig. Ik ben hem aan het breien met... ik ben klaar. Hij is klaar. Hij is afgebreid. Ik moest een aantal aanpassingen doen. Ik ga er nu niet uitgebreid over vertellen. Ik heb hem nu dus ook niet aan. Want ik wilde... Ik moet nog wat een klein aanpassingje doen. Daar wil ik wel even over vertellen. En ik wil hem volgende week... Ik weet niet precies wanneer het patroon uitkomt. Maar de testnit loopt tot 4 mei. Dat is volgende week. Dus het zal niet lang duren. En ik dacht, dan ga ik hem dan een tada momentje geven. Want oh, ik ben zo blij. Maar ik ben dus... ik heb hem gebreid met het garen van Atelier Lindelicht. Waar ik mijn Stria cardigan mee aan breien was. Maar wat niet mooi... opbreiden in dat brioche steekje. En voor de truitje is het fantastisch. Ik vind het zo'n mooie kleur. Maar ja, daarover later dus meer. En ik heb 1 hele streng over. Ik had er 3. En ik had precies 2 strengen nodig. Het is sockable of fingering weight. En ik breide met dubbele draad. Overigens wel vrij warm, denk ik, voor een zomertruitje. Maar deze staat ook heel leuk met mijn zwart shirtje met lange mouwen eronder. En ik had echt dit over. Dat is lekker, hè? Ja, precies genoeg voor in mijn restjesdekens. Ja, maar goed. Wat ik heel graag wilde. Rebecca vroeg toen zij een oproepje deed voor de testknit. Zij zei, dit patroon leent zich heel erg voor wat creativiteit. Je kunt in een mooi garen gewoon een heel simpel raglan shirtje maken. Maar je kunt ook met ribbels, met lace, met kleuren spelen. Je kan van alles. Er kan van alles. Met allerlei afwerkingen, randjes en van alles. Dat leek mij heel erg leuk om dus een heel eenvoudig truitje te breien en dan een woolly tattoo erop te doen. Ik had dat laatst ook op mijn Felix cardigan gedaan. Ik vind dat zo leuk, die bloemetjes erop borduren. Die inspiratie heb ik helemaal. Alle credits voor Nienke van Mooi van Draad. Want zij combineert dat heel erg vaak. Ik vind dat zo mooi. Dus ik had gezegd dat ik dat graag wilde doen. Ik had nog geen idee wat ik precies wilde doen, maar ik liet het gewoon gebeuren. Nou, ik heb het truitje gebreid en... ik had eigenlijk in eerste instantie, dacht ik, om zo midden voor hier een heel klein bloemenwerkje te borduren. Maar ik had ook hier, ik heb een filmpje gemaakt, ik zal het even laten zien. Ik had ook hier een lelijke rij. Ik had in het begin brei je een klein stukje heen en weer, omdat je dan short rows breidt. En ik had gewoon 1 hele losse toer. En ik had dat te laat ontdekt om nog te herstellen. Ik had gehoopt dat er een beetje uit zou blokken. Nou, dat is niet het geval. Maar toen dacht ik, weet je wat, ik ga het borduurwerkje daar overheen doen. En ik kan helemaal niet zo heel veel borduren. Ik heb een paar steekjes van Nienke geleerd. Ooit tijdens een workshop voor die handschoenen borduren. En dat is eigenlijk het enige wat ik altijd doe. Maar ik dacht,
Laat ik eens op Pinterest gaan kijken. Nou, dat is echt, pas op hoor, als je dat doet. Dat is echt één groot rabbit hole, konijnenhol. Het was echt, waar ik naar op zoek was. Ik had die patroontjes van Nienke voor die handschoenen. Maar ik wilde graag een ander soort patroontje. Maar ik kan niet in het wilde weg gaan borduren. Daar kan ik het echt niet goed genoeg voor. En dan wordt het rommelig. Dus ik had echt een patroontje nodig, een tekeningetje. Die ik eronder kon leggen. En ik had van Mieke, van Quilting Mieke, had ik heel lief tijdens de laatste ontmoetdag zo'n stukje, zo'n magisch stofje gekregen. Oh, nou ben ik weer vergeten hoe het heet. Niet Vlizofix. Zie je? Nou, iets. ik weet het niet meer. Solufix? Soluflix? Soluvlies? Soluvlies. Dat is het, denk ik. Ja, want die van mij was op en ik moest dus nieuwe bestellen, maar ik wist niet hoe het heette. En toen kreeg ik van Mieke een stukje, dus dat heb ik nu, daar heb ik een stukje van gebruikt. Heel lief was dat van haar. En ik ging dus op Pinterest zoeken naar leuke patronen en ik vond zoveel. En toen ging het bruisen en toen ging het bewegen. Nou, en toen dacht ik wil alles uit mijn kast wil ik borduren. Ik wil op alle breiwerkjes wil ik zo'n woolly tattoo. Nou, niet elk breiwerk leent zich ervoor. Hier bijvoorbeeld zou dat helemaal niet matchen. Maar als je even breiwerk... Ik heb ook al dus gedacht, deze. Zal ik hier ergens een bloemetje zo borduren? Nou, ik heb het nog niet gedaan. Ik weet het niet of ik het ga doen. Maar het was echt zo lekker. En ik heb uiteindelijk een plaatje gekozen en ik heb dat een beetje aangepast en ik vond ook wat borduursteekjes. Ik heb alleen maar nieuwe borduursteekjes gebruikt. En ik weet dus niet, ik heb de fly stitch gebruikt en ik weet dus niet hoe dat in het Nederlands heet, maar dat was om die takjes te borduren en die had ik nog niet geleerd en die was heel leuk. Ik heb ook een nieuw maniertje om madeliefjes te borduren. En even spieken. En die andere was een woven flower. Ik zag bij Nienke wel eens van die mooie ronde bloemetjes met de kettingsteek. En ik had dat geprobeerd op mijn naaldenetui. Nou, dat was echt hopeloos mislukt. Maar nu vond ik een manier waarop het ook bij mij dan wel lukt, zeg maar. Ik zal alle linkjes hieronder delen. Die deel ik dan in mijn op mijn Ravelry pagina uiteindelijk. Ja, komt goed. Ooit ga ik het een keer delen. Maar ik heb nog geen Ravelry pagina voor mijn Tolstati. Omdat die nog niet online is. Dus dat komt nog. Dus ik had allemaal nieuwe steekjes geborduurd. En voor mij is het dan heel belangrijk bij het borduren. Dat ik dat niet... ik moet dan niet mijn perfectionist de leiding geven, zeg maar. Als mijn perfectionist... die hele borduursessie gaat leiden, dan wordt het voor niemand leuk. Het wordt voor mijn perfectionist niet leuk, want ik kan helemaal niet netjes borduren. Ik heb te weinig geoefend om het netjes te kunnen. En ik ben ook niet... Ik ben niet iemand die heel erg van de hele keurige details is. Ik denk dat ik daar... Ja, ik ben wat grover, denk ik, of zo. Maar echt die hele kleine, nette dingetjes, dat zo ben ik niet. Zo iemand ben ik niet. En ik wil ook niet oefenen van tevoren. Ik wil gewoon meteen dat doen. Dus ik heb mijn perfectionist gevraagd om lekker even iets anders te doen. Uit te rusten voor de volgende klus of zo. En toen zij niet oplette, ben ik snel gaan borduren. Dat werkte prima. Want het is heel leuk om te doen. En wat ik zo ook leuk vind aan het borduren is dat... Het lijkt, als ik dus een tekeningetje gebruik, een patroontje gebruik, en het lijkt ook niet echt te kunnen mislukken. Heel soms moet ik een steekje uithalen. Mijn madeliefjes waren ook vrij dik, omdat ik dacht, oh ja, dat moet ik nog even netjes doen. Maar ik geloof niet dat dat storend is. Dus ik heb echt genoten van het doen. Uiteindelijk heb ik dat soluvlies. Ja, ik weet bijna zeker dat zo heet. Heb ik uitgespoeld. En ik had alle draadjes al weggewerkt. Toen heb ik mijn Tolstati in een sopje gedaan. En daarna in de centrifuge. En nu ligt die voor me te drogen. Ik kan nog van alles vertellen verder. Oh ja, over de bind-off bijvoorbeeld. Ik heb de Italian bind-off gedaan. Ja. Ik had hem afgekant. En dat was te strak. Toen had ik gevraagd om een aantal tips. Toen kreeg ik onder andere heel vaak de...
de Rukke Bindoff van Rukke Official. Volgens mij heet het Instagram account zo. Dat je steeds ook een hele simpele bindoff met steeds 3 steekjes. Maar die vond ik niet zo mooi. En toen ben ik toch de Italian bindoff gaan doen. Maar dan zonder de voorbereidende rijen. Ik heb dus niet eerst 2 rijen setup gedaan. Ik vind dan altijd dat je dan toch een beetje die lijntjes ziet lopen. Maar ik vond een tutorial van de Chili Dog waarin je het direct kon doen. En toen heb ik daar toch eigenlijk wel heel erg van zitten genieten. Van, ik vind het wel een lekker klusje. Maar ik weet nog niet zeker of ik het echt mooi vind. Misschien kan ik het nog niet netjes genoeg. Maar sowieso is mijn board niet heel netjes gebreid ook. Maar dat vertel ik allemaal wel als ik hem aan heb. Dan kan ik het laten zien. Hij ligt namelijk voor mijn neus. Maar ook vastgespeld. Dus ik kan hem niet oppakken. Maar goed, ik ben heel blij met hoe het borduurshotje heeft uitgepakt. Nu het helemaal droog is. Ik ben blij met de kleuren. Ik wil het niet te opvallend maken. Maar ik heb ook gezien dat ik nog te weinig heb geborduurd om echt die lelijke rij helemaal weg te werken. Dus ik denk dat ik aan allebei de kanten nog een bloemetje erbij ga borduren. Zodat die lelijke steekjes echt onder het borduursel vallen. Dus dat ga ik komende dagen ergens doen. Ja, maar echt heel leuk. En het patroon is ook heerlijk. Ik ga er zeker nog een opzetten. En ik had hem aan op mijn jurk. En toen dacht ik, dat, weet je, die opwinding. Dat als je dan iets aantrekt, dat je denkt, dit zou zomaar wel eens precies kunnen zijn wat ik mooi vind. En dat vind ik zo lekker. Dat je hart een sprongetje maakt als je het aan hebt. En dat je dan denkt, ik heb helemaal zin om hem te dragen. Dus dat was een handwerkperikel. Het borduren. En ik had van mijn tweede Tolstatier dus eigenlijk gedacht dat ik iets met ribbels ging doen en zo. Maar nou dacht ik, nee, no way. Ik ga gewoon weer een simpele brei en ik ga weer borduren. Want dat vind ik echt heel mooi. Ja, oké. Okay. Even spieken. Mijn lijstje. Dat was dus allemaal dinsdag gebeurde dat. Woensdag was ik aan het borduren. Ja, en toen woensdag namiddag heb ik mijn sokken opgezet. Toen was mijn Tolstatier klaar. Die lag te badderen. En die moest ik van mezelf eerst af hebben voordat ik aan mijn nieuwe sokken zou beginnen. Want anders zou ik zoveel tegelijk hebben lopen. En zeker, dat op zich maakt het nog niet zoveel uit. Maar omdat die Tolstatier een testnit was, wilde ik wel graag ruim op tijd klaar zijn. Nou, ik liet jullie onlangs in een filmpje zien dat ik de winkel van Alexandra van Rebel with a Twist in Dordrecht heb bezocht. Alexandra vroeg aan mij of zij mij dit boek mocht geven en garen voor een paar sokken uit dit boek, zodat ik dat kon breien en daarmee ook wat reclame kon maken voor haar winkel. En ik moest even nadenken, omdat ik niet per se een hele avontuurlijke sokkenbreister ben. Maar ik moet zeggen, ik ben inmiddels helemaal om. Ik heb dus zelfs, ik pak het graag goed aan hè. Ik heb zelfs van de week nieuwe Birkenstocks besteld waarin je dus je handgebreide sokken extra goed kan zien. Ik heb altijd deze aan, ze zijn helemaal versleten. Hier loop ik altijd op in huis en in de zomer ook buiten. Ik heb deze aan en ik heb ook sandalen die ik in de zomer draag. Maar ik dacht ik moet ook voor in de winter in huis, ik moet slippers hebben waar je dus heel goed mijn sokken in kan zien. Dus ik heb Birkenstocks besteld met 2 van die brede banden. Ik weet het, volgens mij heten ze Arizona's. Weet ik niet zeker. Ik hoop dat ze morgen komen. En ik vind ze niet eens per se het allermooist, heel eerlijk gezegd. Alhoewel ze al wel heel lang op mijn lijstje staan dat ik die ook een keer wil hebben. Ik ben groot Birkenstock fan. Maar ik dacht, als ik die in de winter draag, dan zie je tenminste mijn sokken. En aangezien ik heel veel leuke sokken in dit boek heb gezien. Dus ik vind het echt heel grappig. Dat Alexandra, ik had dit nooit gekocht. Eerlijk is eerlijk. Ik had dit nooit gekocht omdat ik eigenlijk gewoon ergens besloten had dat simpele sokken meer mijn ding waren. Maar ik vind het ook heel leuk als dingen op mijn pad komen. En zeker ook omdat ze Portugees gebreid bleken te zijn. Dat wisten we allebei eigenlijk helemaal niet. Ik vind het zo leuk dat dit dan dat via Alexandra bij mij terecht is gekomen. Dat ik ineens weer Portugees aan het breien ben. En dat ik dan ineens dus Birkenstocks heb voor sokken. Ja, Alexandra, zonder jou had ik dat dan allemaal niet gedaan. En dat is zo leuk als het leven gewoon gebeurt. Ja, daar hou ik van. Maar de sokken waar het om gaat, dat zijn deze. Ik moet even dan mijn arm hier voor houden. Dat zijn deze sokken. En ze heten de Montemuro sokken. Montemuro socks.
Die zijn gebaseerd op dus de traditionele Portugese gebreide kleding. En maar ik kan niet stoppen verder. Ik heb de kleuren omgedraaid. In het boek zijn ze wit, wit met heel donkerblauw. Ik had wit met zwart gekozen. En ik heb ervoor gekozen om alles wat wit is, dus zwart te breien. Dus ik wilde geen witte boord en witte tenen, maar een zwarte boord en zwarte tenen. Dus je kunt ook precies niks zien, denk ik, van wat ik nu heb gebreid. Maar dat geeft niet. Ik ga dat een ander keertje nog uitgebreid laten zien. Maar ik wil graag even mijn handwerkperikelen delen met je. Waar ik tegenaan liep. Ik brei deze sokken met Retrosaria Mondim. Dat is van Rosa Pomar. En zij wilde graag de Portugese wol weer terug op de markt brengen. En weer groot maken. Dus dit is 100% Portugese wol. Gemaakt ook in Portugal. Fingering weight. Zonder nylon. En dat vind ik best spannend. Zeker omdat het zulke mooie, enigszins bewerkelijke sokken worden. Of dat nu goed houdt. Ik hoor daar wisselende verhalen over. Alexandra heeft heel veel sokken al gebreid. Met dit garen. En zij is daar dik tevreden over. En ze loopt er ook niet doorheen. Nu is het met sokken sowieso. Ik hoor soms sommige mensen zeggen dat bij hen zelf of bij bijvoorbeeld hun man het ene gat na het andere in de sokken vallen en bij anderen helemaal niet. Ik loop niet heel snel gaten in mijn sokken. En ik heb één paar sokken van 100% wol. Die zijn ook nog gewoon heel. Ik ga het ervaren. En anders kan ik heel goed sokken stoppen. Dus ja, dat is ook niet zo erg. Maar ik heb de sok woensdag namiddag opgezet. Met de German Twisted Cast On. Omdat ik weer een sok van been naar teen brei. Zo ben ik ooit begonnen. Op een gegeven moment ben ik geswitcht van teen naar been. Omdat ik dat fijner vind. Dat vind ik ook nog steeds zo. Maar ik vond het wel leuk om weer een keertje het andersom te doen. En met de German Twisted Cast On heb je lekkere rek. Ik ga dat even opschrijven. Dat ik ook dat linkje deel. Hieronder. German, dan weet ik het wel, hoop ik. Ik heb de sokken opgezet op naald 2,25 mm. Het patroon zegt 2,5. Maar het patroon zegt ook dat je 64 steken op moet zetten voor de kleinste maat. Ik snap dat wel, want dat heeft uiteindelijk te maken, je gaat mozaïek breien. Dat kleurwerkstukje is geen kleurwerk, maar mozaïek. Dus dat werkt met slipped stitches. Ik zet normaal 56 steken op voor mijn sokken. Dus dit zijn er al 8 meer. En ik dacht dan ook nog op naald 2,5. Ik dacht, ik ga het eerste stukje doe ik wel op 2,25. Anders worden ze misschien aan de bovenkant te los. En zodra ik dan bij het kleuren, het stukje bij mijn twee kleuren, het mozaïek breien, switch ik even naar naald 2,5. De boord heb ik, het is 2x2. Jee. De boord heb ik gebreid gewoon, zoals ik altijd brei. Ik wilde die niet Portugees breien, omdat ik vind het Portugees recht breien niet per se heel fijn. Dat averecht breien gaat heel snel en soepel, maar dat recht breien niet. En zeker dat switchen dan. Terwijl ik juist altijd heel erg de manier waarop ik ribsteek brei. Dat noem je combination knitting. Dat is ik brei continentaal en dan een combinatie van een gewone continentale rechte steek en een Russische averechte steek. Dat breidt zo lekker en zo snel. Die beweging is zo klein. Dat vind ik heerlijk. En ik was echt aangenaam verrast door hoe dit breidt, dit garen. Het voelt zo ontzettend lekker. Het ziet er ook zo netjes uit. Dat was echt heerlijk om zo dus 2x2 rib te breien, ondanks dat het zwart was. Nou, vervolgens kwam ik bij het eerste stukje, voordat je aan de kleur begint, zit een heel klein leeswerkje in. Nou, ik kan je alvast vertellen dat ik 3 keer mijn werk heb uitgehaald. Echt. Nou, sowieso werkte ik. Het is niet moeilijk. Dit lag ook niet aan het Portugees breien. Dit lag volledig aan mij. Ik ben enerzijds hardleers. En anderzijds leer ik ook door te doen. Dus
Maar op een gegeven moment dacht ik, jeetje Sarah, dit is wel overdreven. Ik denk dat die sok al half af had kunnen zijn. Maar goed, ik heb dit ook geaccepteerd. Het is ook niet erg. Maar wat was het punt? Nou, allereerst ga je dan, je gaat Portugees breien. Dus dan gaat de draad om je nek. En je breidt dan eigenlijk de averechte kant zit gewoon aan de binnenkant. De rechterkant aan de buitenkant. En, even kijken, oh ja, ik ben nu bij een toer met alleen maar averecht breien. Dus dan haal je de andere naald eruit. Normaal doe ik andersom. Ik brei op wel magic loop. En dan, dan brei je dus gewoon die averechte steekjes aan de binnenkant. Dus je ziet het averechte. Dat is naar je toe. En de goede kant is aan de buitenkant. Nou, het gaat allemaal wel iets langzamer dan dat ik normaal brei. Maar dat is niet erg. Maar wat was nou het probleem? Ik ga kijken of ik dit breiend en ik ga maar een heel klein stukje breien hoor. Anders ben ik ook helemaal de tel kwijt in mijn patroon. Het probleem was, er zit een heel klein leeswerkje in. En voor dat leeswerkje moest je af en toe twee steken samen breien, averecht. Purl two together. En ook af en toe slip slip purl doen. Normaal doe je knit two together en slip slip knit. Maar omdat je dus Portugees breidt en alles aan de averechte kant doet, gaat dat zo. Nou dacht ik, dat snap ik wel. Ja, je voelt hem al aankomen. Nou, die purl two together was niks mis mee. Maar die slip slip purl, ik kan dat. Slip slip purl, ik kan dat wel. En toen ik een eindje had gebreid, toen keek ik zo naar mijn werkje. En toen dacht ik bij dat leeswerkje, ik wil het nu toch graag even laten zien. Toen dacht ik bij dat leeswerkje, nou heb ik één zo'n heel mooi steekje. En die andere, die is rommelig. Ik heb mijn sokblokkers beneden laten liggen. Ik moet het even zo doen. Ja, ik denk niet dat je dit goed kan zien. In zwart garen. Nou, ik zal heel misschien als ik dadelijk zin heb, zal ik het nog even kijken of ik het los kan filmen. En anders dan komt dat een andere keer. Maar in ieder geval, die steekjes die liggen er dan als het ware een beetje op. En de ene gaat naar rechts, de andere gaat naar links. Maar er was een verschil. Dus toen ging ik in het boek kijken. In het boek staan voor alle breitermen. En daar stond slip slip purl. Je haalt de twee steken af. En dan brei je ze door de achterste lus. Oké, dacht ik. Ja, dat heb ik niet gedaan. Niet zo slim, Sarah. Dus ik alles uitgehaald. En hupsakee, opnieuw. En toen keek ik naar, en dat duurt dan een paar toeren voordat je het echt goed kan zien. Toen dacht ik, ja, maar dat is nog steeds niet zo mooi als die andere. Toen dacht ik, ja, hè, hoe kan dat nou? Ik doe het nu toch goed? En toen ben ik een tutorial op YouTube gaan checken. Ik heb daar ingetikt, slip slip purl knitting. En toen kwam ik bij een filmpje uit. En toen dacht ik, oh, het moet heel anders. Het is echt, ik moest dus eerst die twee steekjes afhalen alsof ik een knitwise, alsof ik ze recht zou breien. Dan moest ik ze vervolgens terugzetten op mijn linkernaald. En dan moest ik ze door de achterste lus averecht breien. En dan waren ze precies zo gedraaid dat ze wel zo mooi erop lagen. En dat je wel mooi dat dingetje krijgt. Of ja, hoe noem je dat dan? Hoe het erop ligt. En dat deed me weer denken aan die Mystery Knit Along van Steven West in oktober. Waarbij ik dat ook had. Waarbij ik dus helemaal niet in de gaten had. Dat ik geloof dat ik toen steeds twee steekjes tegelijk afhaalde. In plaats van één voor één. En dat ik toen zo onder de indruk was dat zo'n hele kleine handeling zo'n grote invloed op het steekje zou kunnen hebben. Dus ik had dat nu eigenlijk wel kunnen weten, zeg maar. Maar ja. Ik heb er geen seconde aan gedacht, maar toen ik het dus nog een keer had opgezocht, dacht ik van, ah ja, ik moet het anders doen. Dus toen heb ik het voor de tweede keer uitgehaald. Toen ging ik weer breien, maar inmiddels was het al best wel laat woensdagavond. Ik ben geen avondmens. Het was donker en ondanks dat ik wel bij mijn lampje zat met het zwarte garen, maakte ik op een gegeven moment foutjes. Dan vergat ik yarnovers en nogmaals, het is absoluut geen moeilijk patroon, dit integendeel. Maar het was gewoon het moment niet meer. Dus toen heb ik het maar weer uitgehaald en klaargelegd voor de volgende dag.
Gisteravond durfde ik er niet aan te beginnen. Dus ik heb vanochtend lekker zitten breien. En nu klopt het helemaal en is het heel goed en heel leuk. Maar het garen breit echt fantastisch. Ik vind het zo lekker voelen. Het ziet er heel erg leuk uit. En ik verheug me heel erg op het breien met de twee kleuren. Dus ik vind het een heerlijk werkje. En ja, ik ben zo blij dat dit nu dat ik dit van Alexandra heb gekregen. Om hiermee aan de slag te gaan. Want ik word er helemaal gelukkig van. Ik heb geen sokken nodig. Volgens mij werden de sokken ook vrij dik. Dus het is ook zeker niks voor de zomer. Maar het is gewoon echt heel erg leuk. Dus daar ben ik lekker mee aan de slag. En daar ga je zeker nog meer over horen de komende tijd. Mocht je het boekje, dit is mijn reclame. Hè? Ik doe geen YouTube reclames meer tussendoor. Die zet ik gewoon allemaal uit. Maar dit is mijn reclameblokje dan. Mocht je in de buurt zijn van Dordrecht of daar wonen, ga alsjeblieft een keer op bezoek bij het leuke winkeltje aan huis. Het Eenie Meenie Wol winkeltje van Alexandra van Rebel with a Twist. En mocht je niet in de buurt zijn, ze heeft ook een webshop. Onder andere met dit boek. Lena, hoe heet het? 52 Weeks of Socks. Volume 2, deel 2 van Lena. En deel 1 heeft ze misschien ook nog wel. Het is gewoon heel erg leuk om deze sokken te breien. En ik kan dus echt dat Portugees breien die sokken aanraden. Zo leuk. Het is ook zo. Ik heb sokkenwol besteld. Ik geloof dat ik even het niks nieuws koop heb ik een beetje losgelaten. Daar ga ik meer over vertellen als het binnen is. Maar ik dacht, hoe zou het zijn om gewone rechte sokken Portugees te breien? Hoe zou dat zijn? Dus ik denk dat ik dat ga proberen. Oké. Dat was woensdagavond. Toen gisteren was het Koningsdag. En met Koningsdag is natuurlijk altijd van alles te doen. En wij stonden op de rommelmarkt in het park hier in de stad. In het Valkenbergpark is altijd een hele grote kindervrijmarkt. Waarop kinderen al hun oude spulletjes kunnen verkopen. Of zelfgemaakte spulletjes kunnen verkopen. En vroeger stonden wij daar altijd met onze kinderen. Toen is het een aantal jaar niet doorgegaan. En vorig jaar waren we op vakantie. En eigenlijk had ik niet zo'n zin. Maar mijn jongste dochter zei... Vrienden gingen. Mijn jongste dochter zei, ik wil zo graag ook mee. En ik ben heel blij dat ze dat gezegd heeft. Want het was hartstikke leuk. Zij had de dagen... Van tevoren had ze heel veel armbandjes gevlochten en getwijnd. En die ging ze verkopen. En ze had wat knuffeltjes en wat oude kleding die ze ging verkopen. En het was gewoon echt heel erg leuk. We gingen vroeg op pad. We hadden een heerlijk plekje. Het zonnetje ging schijnen. Het was heel gezellig. Er kwamen heel veel mensen langs. Oude bekenden die we al lang niet gezien hadden. Of gewoon vrienden en buren. En we hebben heerlijk gepicknickt. Het was gewoon echt oprecht een hele fijne Koningsdag. Dus... ik heb een heel klein beetje gehaakt aan mijn echte plantje ondertussen. Maar ja, eigenlijk daar verder niet zoveel tijd voor gehad. En gisteravond was ik zo moe. We moesten natuurlijk... ik hoefde niet vroeger uit bed dan normaal. Maar het was gewoon een hele lange, drukke dag. En toen wilde ik eigenlijk aan mijn sokken gaan breien. Maar omdat dat woensdagavond zo in de prut was gegaan, dacht ik, ja, ik moet het nou echt niet doen. Ik was en heel erg moe. En ik had ook een paar biertjes op. Niet veel, helemaal niet. Maar dat ik dacht van ja, ik weet niet of het nu een goed idee is om nog een keer die sok te gaan proberen. Dus toen heb ik mijn wattenschijfjes erbij gepakt. Had ik al heel lang niet meer aan gehaakt. En ik heb een paar wattenschijfjes gehaakt. En ik denk, ik weet niet zeker. Nee, ik denk dat ik hier geen hele mee van kan maken. Dus ik denk dat ik nu klaar ben. Ik moet nog wat draadjes wegwerken. Ik dacht dat ik eigenlijk nog zo'n grote bol had. Die kon ik gisteravond zo gauw niet vinden. Maar ik denk dat ik dan maar eens even ga kijken of ik zo'n leuk hoesje kan haken uit het boek van Nienke van Mooi van Draad. En dat ik ze dan ook echt kan gaan gebruiken. Want volgens mij vind ik ze voor mijn gezicht heel erg fijn. Juist omdat ze een beetje ruwer zijn dan een wattenschijfje uit de winkel. Kijk, dit zijn allemaal witte. En ik had toen ook nog een paar roze. Oh, hier is nog een witte. Ik wilde er 30. Dit is een roze. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Oh, 19 heb ik er pas. 2, 4, 6, 8, 9. Ah, 28. Ja. Dat telt dan ook. Ik vind het eigenlijk niet leuk dat ik dan roze en witte door elkaar heb. Maar ja.
Ze zijn ook niet precies even groot. Maar ik zou graag zo'n mooie houder willen breien. Met geborduurde bloemetjes er ook op voor in de badkamer. Maar ik denk dat ik ze voor mijn ogen te ruw vind. Heb ik toen geprobeerd. Ook dan de mascara vind ik niet leuk als die er niet goed uitgaat. En ik vond het vrij hard. Maar ik ga ze gewoon even testen. En dan ga ik even kijken of ik er nog meer wil. En daar vertel ik je later ook nog een keertje meer over. Maar het linkje naar dit patroontje is een gratis patroontje. Ook op Ravelry. De link zet ik hieronder ook. Ik heb nog één ding. Want ik heb ook nog mijn Korn cardigan. Daar heb ik vanmorgen. Dit is nu eigenlijk een beetje mijn lekkere makkelijke werkje op dit moment. Kijk, daar ben ik ook al aardig. En dit is zo'n snel werkje. Het is natuurlijk een heel open steekje. Ik merk dat ik nu bang ben om een foutje te ontdekken. Dat gebeurt namelijk heel vaak als ik dat dan nu ga doen. Maar volgens mij heb ik geen fout. Ja. Deze ben ik aan het breien. Ik ben bijna op het punt dat ik kan de mouwen of het voorpand en het achterpand kan gaan doen. Het is zo'n heerlijk patroon. Inmiddels zit het zo in mijn vingers dat het heel makkelijk gaat. Ik maak wel eens een foutje hoor. Dan vergeet ik bijvoorbeeld een yarn over. Maar in de heengaande toer brei je dan het leespatroon. En in de teruggaande toer dan tel ik steeds 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. En dan, als het dan niet klopt, dan merk ik dat. En dan kan je heel snel alsnog even een yarn overmaken of dat herstellen. Ik brei hem met Holst Coast. De kleur Warm Brown. Deze heb ik overgenomen via ons garenschuurtje van Mirjam. En daar ben ik heel blij mee, want ik vind het een prachtige kleur. En het voelt ook zo ontzettend. Dit weegt echt niks. Het is zo licht, het is zo dun. En dat opengewerkte patroon, ik kan me echt voorstellen dat dit een heerlijk zomersvestje gaat worden. Mijn eerste exemplaar was natuurlijk vrij wollig. Dit is echt een zomerbreisel. Maar hier ben ik heerlijk mee bezig. Dus fijn. Ik wil nu even ook geen nieuwe werkjes opzetten. Ik heb nu mijn Korn cardigan en die sokken. Oh, ik ben nog iets vergeten, zie ik. Ja, dat komt ook. Dus ik wil daar even aan werken. Ik krijg nieuwe sokkenwol, dus misschien een paar sokken erbij. Even wat dingen afmaken. Deze, ik zou hem bijna vergeten. Hier heb ik mee geëxperimenteerd, zoals je misschien wel kunt zien. Ik weet niet of je dat... Ja, jawel, ik kan het wel zien. Maritimo Tea, liet ik zien in mijn stapeltje zomerbreisels. Ik heb er twee. En ik wist niet zo goed wat ik hiermee wilde. Ik zei, deze lijkt een beetje grauw. Ik heb hem een keer met een donkerdere sok, denk ik, samen gewassen. En het wit was een beetje grauw geworden. Ik vond het niet per se mooi. Onder mijn Engelse filmpje zei iemand van... Hey, je kunt ook je wolletjes met thee verven. Dacht ik, oh, dat is een leuk idee. Laat ik dat doen. Ik hou van de kleur van thee. Ik hou ook van thee. Dus ik heb mijn Maritimo Tea in een Darjeeling Tea badje gedaan. Mijn Maritimo Tea is nu echt oprecht een Maritimo Tea. en wat zal ik zeggen? Nu is hij zeker grauw. Dat is één ding wat zeker is. Ja, ik... Ik ben er niet helemaal over uit wat ik ervan vind. Op zich is hij bruiner. Ik heb hem ook nog niet aangehad, nog niet gepast. Op zich is hij nou echt bruiner geworden. Maar of ik het nou mooi vind, weet ik niet. Ik heb hem overigens ook niet gewassen. Ik heb hem alleen maar een nacht in hele sterke thee laten staan. En vervolgens in de centrifuge gedaan. Dus ik heb ook geen idee wat er gebeurt als ik hem nou echt weer ga wassen. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Hij is sowieso te lang voor op mijn jurken. Ik heb ook al gedacht, zal ik gewoon de onderkant en de boorden van de mouwtje afknippen. En dan een bruine boord doen. Omdat die nou zo bruin is. Dat het dan misschien beter matcht. Maar ja, eigenlijk weet ik het wel, denk ik. Eigenlijk denk ik dat dit gewoon een hele leuke cactusvulling zou kunnen zijn. Ja, oké. Okay. Mijn andere Maritimo Tea... Daar is iets heel leuks gebeurd. Dat ga ik nu niet met je delen. Dat ga ik doen als dat helemaal... bijna denk ik. Misschien zelfs wel maandag. Maar ook daar gebeurde gewoon leuk. Ik hou ervan als dingen gebeuren. En dit was heel grappig en bijzonder en leuk. Dus die heeft ook nog een leuk verhaal. Maar dat bewaar ik voor de volgende keer. Oké. Dit was het voor vandaag.
Ik ben ontzettend moe na die lange rommelmarktdag van gisteren. En ik heb heel erg veel zin in een luie vrijdag namiddag avond. En ik ga heel lekker breien aan mijn Montemuro sokken. Daar kijk ik heel erg naar uit. Morgen ga ik ook iets leuks doen. Ik heb sowieso wat leuke dingen die niks met handwerken te maken hebben. Maar ik ga ook met mijn man naar de wolwinkel. Ik ga morgen samen met hem Wol Atelier Tilburg bezoeken. Daar ben ik al heel erg lang niet geweest. En er is namelijk echt iets heel bijzonders aan de hand met mijn man. Ik denk dat ik het al wel eens gezegd heb, maar hij wil een gebreid vest. En hij wil het echt, want hij wil het al een paar maanden. En ik heb heel koeltjes steeds gereageerd. Ik zal even wat context geven. Mijn man houdt van vliesvesten. Ja, echt. Gewoon, hoe kan ik in hemelsnaam ooit met zo iemand getrouwd zijn? Ja. Ik haat vliesvesten. Echt gewoon, nou, echt zo'n happy plastic laag. Ik vind het niet mooi. Ik vind het niet lekker voelen. Ik vind het stom. Ik vind het gewoon... En ja, het is echt zijn lievelings. Hij heeft dan gewoon van die, van die vliesvesten. Gewoon, ja, en het zijn... Je hebt natuurlijk mooie vliesvesten en lelijke vliesvesten. Ik zag laatst, kom ik een meneer tegen ergens. Die had echt zo'n heel, zo'n jaren 80, jaren 90 vliesvest aan. Ik zei, oh meneer, die is wel echt heel erg mooi. Dat zei ik. Dat was echt met zo'n hele drukke print, weet je wel. Ik kan me dat nog wel herinneren uit mijn kindertijd. Nou, die draagt hij dan weer niet. Maar gewoon van die, weet ik veel, van die North Face vliesvesten. Dus daar, hij doet dat denk ik ook expres om mij te plagen. Nee, dat is niet helemaal waar. Maar ik plaag hem daar natuurlijk ook mee dat ik dat heel onaantrekkelijk vind. Hij wil nu heel graag een gebreid vest. Dat staat los van elkaar hoor. Hij vindt wol kriebelen. Mijn man is echt... Wij verschillen nogal in heel veel dingen. Maar dat maakt het juist ook leuk. Maar hij wil een handgebreid vest. Voor naast zijn werk ook. Voor over een overhemd. En de wol is wel belangrijk. Maar die mag zelfs enigszins kriebelend zijn. Omdat hij het over een overhemd draagt. En toch niet raakt. En ik heb een patroon gevonden van Yerbo. Ik heb het ook al weken geleden, maanden geleden... Dus dat moet ik nog even opzoeken hoe dat nou precies heet. Ik weet ook niet meer. Het is niet van Yerbo, denk ik. Ik denk dat iemand het voor hen ontworpen heeft. En we gaan bij Wol Atelier Tilburg op zoek naar garen. En hij is jarig. Hij gaat dit dus van mij voor zijn verjaardag krijgen. Hij is volgende week jarig. En ik zei, ja, het lijkt me zo bijzonder om jou een handgebreid vest cadeau te geven voor je verjaardag. Nou, dat gaat natuurlijk niet afkomen voor zijn verjaardag. Maar hij wil in het zwart, wil hij hem. Dus het is wel echt een zomerwerkje. Bij zwarte breiprojecten heb je toch echt wel goed en veel licht nodig. Dus dat gaan we morgen doen. Vind ik heel erg leuk. En ik denk, ik zal het even vragen aan Ellen. Maar ik denk dat ik ook vast wel wat mag filmen in haar winkeltje. Dus dan ga ik dat met je delen in mijn volgende filmpje. Oké. Dus dit was het voor vandaag. Ik ga lekker genieten van mijn weekend. En dat wens ik jou ook. Een heel fijn weekend. Met hopelijk veel handwerktijd. En andere leuke dingen. Of gewoon waar je zin in hebt. Dankjewel voor het kijken en tot maandag. Ja, het is nog steeds vakantie, maar vooralsnog denk ik dat maandag wel gaat lukken. Maar mocht het nou ineens niet zijn, dan ben ik iets anders leuks aan het doen. Maar ik vind dit heel leuk. Ik vind echt filmpjes maken heel erg leuk. Dus dat is geen straf. Anders zou ik het niet doen natuurlijk. Ja, zeker niet 2 keer in de week. Oké, fijn weekend en tot maandag. Doeg!